welkom bij de video-hop van het Feel Good Design Team. Het thema van deze hop is patronen. Mooie patronen. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Dat ga ik zo meteen laten zien. Ik wil je als eerste vragen om na mij door te hoppen naar de volgende deelnemer. En wie dat is en hoe je door kunt huppen vind je in het infoblokje onder deze video. Ik ga jullie nu laten zien wat ik vandaag ga maken. En we zien elkaar straks weer terug. En wat gaan we maken? Wat zie je hier staan? Een enorme kaart. Of een 3D dingen. Hoe je het noemen wil. Allemaal, dat is dus het eerste patroon vandaag. Hexagonnetjes. Allemaal verschillende hexagonnetjes. Verschillende maten. En op die hexagonnetjes vind je aan alle kanten verschillende patronen designpapier. Hoe leuk is dat? En als je denkt van dit kun je niet versturen. Jazeker, hij kan gewoon helemaal plat gedrukt worden. En dan in een grote, ik zou dus wel een bubbel envelop nemen. Een grote bubbel envelop. Kun je hem versturen? Hoe maak je zoiets? Want het is best wel een werkje om hem in elkaar te zetten. Ja, je moet hem af en toe even een beetje manipuleren om hem weer in een hexagonvorm te duwen. Maar dit gaat hem dus worden vandaag. Deze is helemaal aangekleed op de verschillende plekken. Dat ga ik in de video niet doen. Dat ga ik zeker wel laten zien in het blogbericht wat bij deze video gaat horen. En we gaan gewoon van start. Wat hebben we als eerste nodig? De trimmer. De pepertrimmer. Zo. En die pepertrimmer gebruik ik. Ik heb al het een en ander voorbereid. Dit kan er nog even af. Dit is een stukje kaartkarton en dit wordt het middelste hexagonnetje. Een stuk kaartkarton van 19 bij 14,5 centimeter. En die gaan we rillen op 3. Op 6. 9. Dus om de 3 centimeter ril je hem. 3, 6, 9, 12, 15 en 18 centimeter. En dat doe je op de lange kant. Zo, dan heb je dit. Dan heb je dus gewoon 6 kanten. En een plakstrook. Zetten we die weer even weg. En dan gaan we even alle vouwlijnen natrekken. Daar beginnen we mee. En dan wil ik aan de binnenkant hem vast bekleiden met designpapier. Dat is hier ook gedaan. Om en om. Een licht stukje en een donker stukje. En dat ga ik nu ook doen. Maar wel terwijl die nog plat ligt. Want dat vind ik gewoon het makkelijkst. Dus ik begin met dit stukje. Dit stukje. Dit stukje. En dan komen die donkergroene stukken tussenin zometeen. Steeds maar even vastplakken. En is dat vast gebeurd, dan hoef je straks niet meer aan de binnenkant. Dat kan ook. Je kunt hem eerst in elkaar zetten en daarna het designpapier aanbrengen. Ik vind dit gewoon makkelijker. Ik vind het altijd makkelijker om designpapier aan te brengen als het werkstuk nog plat ligt, als dat je het helemaal in elkaar gezet hebt. Sommige stukken zullen we inderdaad wel het designpapier moeten aanbrengen. Als we een deel van de box in elkaar hebben zitten.
Maar dat komt goed. Boxkaart, wat is het? Een boxkaart. Ik noem het gewoon een boxkaart. Iets geks doen. Ik ga het plakrandje niet aan de binnenkant vastzetten op de kaart, maar aan de buitenkant. Want hier komen allemaal hexagonnetjes tegenaan. En dan zie je het helemaal niet meer. Bovendien wordt het aan die kant ook nog afgedekt met designpapier. Dus dan heb je het aardig afgedekt. Aardig weggewerkt. En ik doe hem lekker eventjes met tape. En daarna doe ik er ook nog wat lijm op, zodat je nog een beetje kunt schuiven. Zo. Die zit vast. En die is voorlopig klaar. Daar hoeven we voorlopig niets meer mee te doen. Dus dat is de eerste onderdeel van de hexagonkaart. Dan gaan we deze maken. De gele met de insnede. Zodat... En waarom heeft hij een insnede? Hier komt nog een extra deel in. Zodat je er wat afbeeldingen en... versieringen op kunt maken. Daarvoor hebben we een stukje nodig van 12 bij 19 centimeter. Nou, je ziet dat ik hier ook al het een en ander klaar heb liggen. En ook deze gaan we weer rillen om de 3 centimeter. Op de lange kant. Drie. 6, 9, 12 en 15 en 18. En dan hebben we de plakrand op rechts. Hier gaan we hem op 6 centimeter insnijden. Dus de plakrand leggen we naar beneden. En dan gaan we op 6 centimeter. Op de 1, 2, 3 gaan we een insnede maken. Verticaal. Tussen de twee vouwlijnen in. Vervolgens leg je hem hier schuin aan. En snijden we hem in naar hier, naar de vouwlijn. En dat doe je ook met de andere kant. Dit kun je natuurlijk ook uittekenen of markeren. Ik vind dit het makkelijkste. En hoppata. Daar hebben we de inham. Dan trekken we eerst even alle vouwlijntjes na. Deze stukken moeten schuin gesneden worden. En voor dit stukje heb je een stukje van 5,5 centimeter nodig.
Dat is het midden. Die kunnen we er alvast al op plakken. Nou, deze moeten natuurlijk twee schuine kantjes aangemaakt worden. Nou, dat doe ik. Ik leg hem gewoon hier even aan. Mooi in het midden. Dan markeer je hem even. En dan kun je knippen of snijden. Ik ben mijn hele markering. Ik wou je daar eens markeren. En als het goed is, heb je hem dan gewoon netjes op maat. Schuine kant. Die in het midden. Hoppata. Als hij nou nog wat te lang is, zeg maar aan de onderkant, dan knip je aan de onderkant gewoon een kleine halve centimeter af. En dan heb je hem keurig op maat. Of snijd. Ik heb niet zo gauw een schaartje bij de hand, dus in dit geval wordt het snijden. Nou, deze gaat aan die kant. Op het kaartje. Of op het kaartonderdeel eigenlijk. Netjes in het midden. Op het daar. Doen we ook met de andere kant. Precies hetzelfde. In het midden. Oh, hij blijft niet netjes liggen. Streepje erop. En snijden maar. Puntje. Van punt schuin over de streep naar de andere kant. Voilà! En die plakken we aan deze kant van het kaartje. Oh, ik vergeet de passen eerst. Dus op hoop van zegen dat hij goed is. Nou, natuurlijk niet. Ook hier moet een halve centimeter vanaf. Ook hier een halve centimeter afhalen en hem dan netjes in het midden opplakken. Dan is de voorkant van de hexagon af van de uitsnede. Dan hebben we aan de binnenkant zometeen ook nog wat plakkertjes nodig, maar daar komt ook een insert. Als je goed kijkt kun je dat hier ook zien. Hier en hier. Daar zit een binnenstukje. Die gaan we er zo meteen als eerste in zetten. Maar we gaan als allereerste gaan we hem in elkaar zetten. En dat doe ik weer net zoals met die buiten, met het buitendeel. Met tape. En we plakken het plakrandje aan de buitenkant over de kaart heen. Ja, hier is die. Hoppata. Dit eraf. En netjes op de vouwlijn letten. Goed tegen de vouwlijn aan zit. Boven en onder. Op het randje, huppatee, en vast. Nou komt dit en dit komt vast te zitten aan de andere hexagon. En hierin moet eerst nu de insert gemaakt worden. Het houdertje voor de afbeeldingen. Dat is straks voor die grote.
Oeps. En deze gaan we rillen op 3 centimeter. Dit is een stukje van 15 bij 2 centimeter. Die ril je op 3. Op 5. Op 7. 10. Geen vouwbeen of iets bij nodig, want dit laat zich vrij makkelijk. Het is smal genoeg om gewoon even zo om te vouwen. Die kan weer even aan de kant. Nou, die plakken we natuurlijk vast. Ook weer aan de buitenkant. Ik doe wat lijm hier zo. Die houden we even vast. Zo. En dan plak je dat stukje waar die plakstrook is, dat smeer je in met lijm. En die ga je net iets boven de helft, dus net iets boven, dat je net iets boven dit randje uitsteekt, boven dit randje, ga je hem zo in die hexagon maken. Tussen de vouwlijn in. Alleen aan de achterkant. Hij komt alleen aan de achterkant tussen de vouwlijn in. Je houdt hem even vast. Dit blijft los, alleen die achterkant wordt vastgelijmd. De zijkanten blijven aan beide kanten los. En dan krijg je dit. Deze mag je, wat mij betreft, direct aan de grote hexagon maken. En dan precies netjes de vlakken op elkaar. En je plakt hem uiteraard met die plakrand naar achteren. Dat is de achterkant van je boxje. Of dit kaartdeel. Of even kijken of ik hem goed heb. Die heb ik goed. Die heb ik goed. Ja. En dan plak je ze netjes tegen elkaar aan. Zowel de onderkant als de bovenkant even goed aandrukken. Zorgen dat hij goed tussen de vouwlijntjes van de andere in zit. Netjes tegen de onderkant aan. En dan heb je het eerste deel al vastzitten. Dan heb je hier gewoon een volledige hexagon. In dezelfde lengte. En die gaan we ook nog even maken. Deze kan weer even aan de kant. Dus jij en papier hebben we straks nodig. Zo. En ook hier gaan we weer rillen. Dit is ook een stukje van 11,5 bij 19 centimeter. En ook die rillen we op de lange kant om de 3 centimeter. Dus op 3. Op 6. Op 9. 12. En 15 centimeter. 15. 18.
Hier klopt iets niet. Ha! Ik moet hem hier nog op 19 centimeter afsnijden. Hoppatee. En zo is het wel goed. Vouwlijnen even natrekken. En nou heb ik ervoor gekozen om de binnenkant helemaal te bekleden. Dus alle kanten. Je zou er ook voor kunnen kiezen om aan de binnenkant die voorste drie gewoon open te laten. Gesneden, dus dan beginnen we even kijken, want ik moet even kijken. Dit wordt het bloemendeel en dat wordt de groene. Het bloemendeel komt op het derde deel. En dan heb ik nog twee keer groen nodig. Die komen ernaast. En ook hier gaan we de plakrand weer aan de buitenkant van de hexagon plakken. Buitenkant, dus het tape gaat aan de binnenkant. En hier heb ik nog geen designpapier ingeplakt. Want ik laat zo meteen zien dat je hem ook later kunt afwerken. Dat je ook het designpapier kunt verwerken op het moment dat je hem vast gaat zetten. Vastgezet hebt. Hier overal even tape op. Of alleen vloeibare lijm. Dat is maar net wat jij het prettigste vindt werken. Op drie vlakken, want hij moet op drie vlakken vast komen te zitten aan een andere hexagon. Begin ik met het middelste vlak. Met vastzetten. Kom op. Dus ga dan even de achterkanten vanaf. Klein beetje lijm er nog extra op. Voor het schuiven. Pakken we deze er weer bij. Nou, die gaat natuurlijk ook in het midden op dezelfde hoogte als degene die ik er net op gezet heb. Deze in het midden. Goed aandrukken.
Vervolgens haal je hier de tape eraf. En dan plak je die twee delen ook aan elkaar. Herhaal je nog twee keer. Dus je hebt drie rechten, drie met een insnede nodig en die komen rondom dat middendeel te staan. Dus ik heb er nu weer eentje met een insnede nodig. Nou, daar gaan we ook even je tape op maken. En de rest doe ik even versneld afspelen. Dan kom ik zo weer bij jullie terug. Bijna. Want nu gaan we hier alles netjes afwerken met designpapier. Dus die plak je hier overheen. Nou loopt hier een. Een groene. Aan deze kant zie je een groene. Dus ik ga hier een gekleurde opzetten. Of. Min of meer, met een ander patroontje. Dan heb ik hem hier straks ook om en om zitten. Dat vind ik gewoon mooier. En dan ga ik gelijk laten zien dat het ook heel makkelijk kan als je de hexagon als in elkaar hebt gezet. Want je schuift hem er gewoon tussendoor. En vervolgens zet je hem netjes onder en boven op de plek. Vast. En klaar. Dat doe je hier met de groene. En dat doe je zo om en om de hele ronde. Gewoon even controleren of die overal gelijk zit. En vastplakken. Hier. Nog weer lichter. Ik ben er bijna.
En dan nog één groene. Dan zit dat allemaal op zijn plek. Even kijken. Die hebben we gehad, die hebben we gehad. Hij is gerold zeker. Volgens mij. Die is gedaan. Die is gedaan. Ja, hier nog. Ik mis er toch nog één. En dat klopt. Hier moet er nog één. Zo. Dan hebben we alleen in deze binnenkant nog niet bekleed. En daar zie je 1, 2, 3, 4, 5 stukjes moeten daar nog in. En dan beginnen we met de drie bloemen. En ook daar heel makkelijk, hup, op die zijkanten. Aan de onderkant even controleren of die goed zit. Dus je kunt hem ook na die tijd nog aankleden. Dus je kunt ook eerst gewoon de hexagonen allemaal tegen elkaar aanzetten. En dan pas het designpapier erin. Dat is een keuze. Het kan allebei. Aan de voorkant moet een bloem. Zo. En dan zit je op die twee vlakjes nog en dan heb je overal wat zitten. Woep woep. En zo laat je patroon op patroon herhalen. Eén project, heel veel verschillende patronen. Als eerste al het patroon in de kaart zelf. En daarna ook nog de patronen in het designpapier. En uiteraard ga je hem ook nog leuk aankleden met wat extra's. Dat ga ik nu niet meer doen. Ik laat deze ook kant en klaar afzien in het blogbericht wat hierbij hoort. Ik wil hier, zie ik, het is toch een superleuk modelletje. Dit ga je natuurlijk niet zomaar voor iedereen maken. Maar qua model vind ik hem echt fantastisch. Je vouwt hem plat en hij kan gewoon in een envelop. En hij komt zo weer teruggesprongen. En uiteraard moet je hem dan iets wat manipuleren met de hand om ze weer goed in vorm te krijgen. Daarom niet getreurd, toch? Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Dat was mijn bijdrage voor de Feel Good Stampin' video op. Vergeet niet om door te hoppen naar de volgende. Link hieronder in het infoblokje. Ik zou het superleuk vinden als je me een duim omhoog gaf. En je abonneert op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet bent. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!